Er komt een melding binnen over een scooterbestuurder die de controle niet zo zag zitten. Ja, achtervolging. Doe je op de laan. En daar komen we van de achtervolging af. Kunnen die fouilleren en binnen roepen. Als je de controle hebt, dan gaat hij er vandoor. Twee gasten, eentje met een kruishaar, de voorste. Er zit een lokmelding op. Oké, wordt dit ontzettend gesneden, Ik blijf er gewoon even achter. Ja, hij gaat rechtsop, het bos in. Nog steeds onder het fietspad. Zit ik erachter. De zwarte jas, kruishaar, lang kruishaar. De zwarte helm, bijrijden, metroïde. AB69, hij passeerde net, gaan we terug in de boszone, het fietspad. Langs de hertenkamp. Verdachte weer terug richting boszone, het hertenkamp, is begrepen. Ja, we staan er. Maar de bestuurder laat zich niet tegenhouden door het politiebusje en scheurt er weer vandoor. Het vervolgens eentje hebben we. Scooter verder richting de Jacob van Kamperweg. Eén persoon staande, scooter weer verder, Jacob van Kamperweg. Achtervolging gaat dus verder. Ja, het zit er nog steeds achter de OC. Die bijrijder is eraf. De bestuurder gaat door, even kijken. Ja, ik heb nu al even positie door. De scooterrijder weigert te stoppen en gaat met hoge snelheid verder. We rijden op het gras. Maar ook daar scheurt de jongen met levensgevaarlijke snelheden doorheen. Hier even voorzichtig doen, jongens. Kijk of we door kunnen komen bij die paaltjes. De vluchtende jongeman rijdt zich uiteindelijk toch nog klem tussen de paaltjes en hekjes en laat zijn scooter staan. Hij heeft de voeten vandoor, mijn jongen. Nou, kamer. En waar bent u kwijtgeraakt? Loopt niet over de twee scooters. Dat is mogelijk. Hij heeft een fiets gehad van een meisje. De 27 zit weer achter volgens mij. Fiets gejat en de 27 zit er mogelijk achter. De collega's hebben de op de vlucht geslagen man kunnen vloeren. Ja, ze hebben hem tegen de grond liggen, of ze hebben hem tegen de grond. Ja, ze begrepen en goed gewerkt allemaal. Dan gaan wij weer terug naar OC01. Dankjewel. En dat ging in alle commotie gelukkig ook net goed. De scooterbestuurder wordt afgevoerd naar het politiebureau voor verhoor. De fiets hebben de agenten weer terug kunnen geven aan de rechtmatige eigenares.